Bij Kerker staat een WeJet. Wat is dat nou precies? Het WeJet is een Deens product. De temperatuur loopt over 750 graden, puur op diesel. Dus als ze het voor de beleidingstechniek gebruiken. Nu zie je hier de uitvoering op onze Kerker MiG-26. Zie je twee gescheiden tanks, een dieseltank en een watertank. Daardoor gaat de watertemperatuur terug naar 450 graden. Maar dan zitten we nog altijd zo'n 175 graden hoger als de normale gasbrandertechniek. Ja. Dan gebruikt deze machine een speciale techniek om het onkruid te verhitten. Wat is dat dan? Nou, daar zit een WeJet motor op. Dat is een straalmotor die in de luchtvaarttechniek ook gebruikt wordt, maar dan in het klein. Er zit een enorm grote luchtfilter op. Er komt heel veel lucht door die straalmotor en er wordt eigenlijk de diesel doorheen geperst. En dan is het geen vlam wat we hebben, maar het is eigenlijk een hele grote föhn die de temperatuur van 450 graden aanhaalt. En wat zou dit gaan kosten? Dit aanbouwwerkdeel, duigdeel, de grootste kosten zit natuurlijk in die straalmotor. Die kost op zich al een 30.000, 35.000 euro. Dus we praten hier over een aanbouwwerkdeel van om en nabij de 50.000 euro. Dat is best een hoop geld wat je er dan voor neer moet tellen. Als ik dat vergelijk met andere techniek zeker. Waarom zou ik dan deze moeten kopen? Toen wij die prijs noemden ook naar aannemers toe, dan zetten ze in eerste instantie even twee stappen terug. Dat is logisch. Maar als je dan zegt van ja, we hebben dit op 450 graden en je kan waarschijnlijk één keer zo hard gaan rijden, dan hebben we 100% capaciteitsverdeling. En toen kwamen ze weer twee stappen naar me toe.